Amsterdam-Zuid, het reservaat voor hoogopgeleide blanke tweeverdieners die niet van verrassingen houden en zeker niet van krakers. De verbazing was dan ook groot toen de afgelopen weekend ineens krakers een monumentale villa aan de Diepenbrokstraat introkken. Nieuwe buren dus in het deftige Oud-Zuid. Oud-Zuid. Heeft hij al kennis gemaakt met de nieuwe bewoners? Ik niet. Ik weet het niet. Ik hoop dat het principiële krakers zijn. Het is gekraakt inmiddels. Oh ja? Ze kunnen weinig slopen. Er zit geen toilet in, niks. Dus wat kunnen ze slopen? VO, supermaai, supergroot, fucking duur. Gratis wonen. Niks is voor niks, man. Wat betaal je dan? Aan wie betaal je dan? 24 uur werken voor de plek. We hoorden net wel dat de bewoners klagen over ontlasting en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk wel vervelend. Wij ruimen zelfs de poep van de honden op. Dus ik vind dat mensen minstens verantwoordelijkheid moeten nemen om hun eigen poep op te ruimen. Nou, niks is voor niks. Maar jij woont hier toch voor niks? Ik bedoel, je hoeft toch geen huur te betalen hier? Wat is je punt, man? Nee, dat is mijn vraag. Of je dat lekker vindt om gratis te wonen? Nou, ik vind het niet lekker gratis te wonen. Maar ik heb wel recht op een dak boven mijn hoofd. Ja, dat heb ik ook. Ja? En daar betaal ik 1100 euro per maand voor. Ja, kijk.